Welkom jongens, het is vandaag maandag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik heb maandag, dinsdag en donderdag vrij en vrijdag moet ik mijn toetsen gaan herkansen. Ik ben nu gewoon speciaal voor jullie naar buiten gegaan in de regen om een video te filmen. Kutvogels. Dit is vogelpoep. Ik zou het op willen eten. Is hier een kind verkracht of wat? Mijn lens zit gewoon onder de regen, dit is toch niet leuk meer jongens. How to use a tampon. Ben ik de enige die dat grappig vindt? Ik ga in bad, gewoon in bad, een beetje met het zo. Het begint al lekker te schuimen. Good morning. Vandaag is het woensdag en ik heb gisteren niet gevlogd. En ik heb dit gisteren opgestuurd gekregen. Het is van Skinny Coffee Club. En het is dus een soort van koffie waardoor je af moet vallen. Maar ik heb het gewoon opgestuurd gekregen. En we gaan wel gewoon kijken of het werkt. Ik hou jullie wel op de hoogte. Ik heb mijn horloge trouwens ook al gesloopt. Ja. Er is maar één wereld. Één wereld. En die hebben we het alleen. Sowieso heeft iedereen die dit nu heeft gezien me aangemeld voor de Voice. Dat snap ik. Besef dat dat een jaar geleden was, hè? Dat schilderijtje. I was ugly. Kaas. Pull up in die car. Kaas. Yo, het is vandaag donderdag. Oké, ik was dus even mijn koffie aan het maken. Het moet dus met koffiefilters gemaakt worden, maar wij hebben niet zo'n apparaat. Dus ik doe het maar op deze manier. Gisteren en eergisteren deed ik het namelijk helemaal fout. Maar alsnog was de koffie lekker, ik zweer het je. Maar ik denk dat het zo wel beter gaat, dus daarom deed ik het even zo. Oké, jullie gaan na een paar seconden merken wat voor een stomme kut humor ik heb. Jongens, ik heb een nieuw Snapchat filter uitgevonden. Oh my god. Dat was zo niet grappig. Ik heb net deze choker binnengekregen. Ja, ik vind het een beetje een misco. Beetje jammer dit. Maar het was toch maar 1 euro, dus niet erg. De Burger King. Wij gaan even naar de Burger King, want we hebben pas over 2 uur onze volgende toets. Dat is niet leuk. Ik heb patat. En zij heeft ronde patat. Ronde patat, ja. Lekkere patat. We zijn bij het Lamar Theater, want we gaan naar Ziske Draad. Het ziet er hier echt serieus zo mooi uit. Wacht, ik ga even een tour geven. Kijk hoe mooi. Daar een vuurtje en dat is mijn opa. Free wifi. Oh my gosh. Jongens, hij speelt serieus een Donald Trump spel. Trump's Empire. Ik ga stuk, jongens. Ik zit even op de wc. Yo mensen. Ziske Draad was echt super leuk. Het was wel echt bijna precies hetzelfde als 5 jaar geleden. Maar jongens, ga erheen. Yo. Ik ga vandaag naar mijn vader, die ik echt al 1000 jaar niet meer heb gezien. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik heb gisteren trouwens 2 van deze haarmaskers gekocht. Bij de Ethos. En ze zijn chill, joh, niet normaal. There is my dad. La la la. Vandaag ben ik weer bij mijn papi. Jongens, we zijn in een babywinkel. En we zitten naar allemaal babykleding te kijken. Kijk hoe schattig dit is. Echt te cute allemaal. Hier dit pakje ook. Of dit. Oh my god. Jongens, we hebben het eerste pakje uitgekozen van de baby. I'm gonna show it you. Dit is de eerste. En dit is het tweede pakje met deze schattige sokjes. Die meisjeskleding dingen zijn echt zo schattig. Jongens, dit is toch te schattig voor een meisje. Jongens, we zitten in een sushi restaurant en we gaan lekker eten hier. Oeh, lala. Zit me niet uit te lachen. Lip sushi. Ik heb pizza besteld in een sushi restaurant. Ultieme goals. Jongens, als je ooit in een restaurant bent met sesamijs, neem het. Het ziet er zo uit en het is zo lekker. Yo jongens, het is vandaag zondag en ik ben net terug van mijn werk. Ik was vanmiddag ook nog heel eventjes in de stad met mijn moeder. En ik ga wel even laten zien wat ik heb gekocht. Als eerst deze hele mooie rode jas. Op de camera lijkt hij een beetje bruinig. Die jas komt van de CNA en was 60 euro voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Ik heb deze vet mooie spiegel gekocht. Was 10 euro bij de Xenos. Hier ben ik echt super blij mee. En ik heb dit allemaal gekocht. Niet voor mezelf trouwens. Maar voor een vriendin van me. Maar jongens, ik hoop dat jullie het een beetje een leuke weekvlog vonden. Als je het nou een leuke video vond,
Doe dan een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter. En abonneer, deel, alles. Dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Later!